Bra! What is up, Funko Pop Poppers? Bra! Funko Pop Vlog Poppers! You get me fam. What is up, Funko fam? Mijn naam is Jurno 20 en welkom back bij een nieuwe aflevering van de Funko Pop Vlogs. Leuk dat jullie weer kijken. Ik wil even mijn excuses aanbieden voor vorige week. Het is een beetje lang geworden, half uur geloof ik of zo. Dus als jullie helemaal tot het einde hebben gekeken, Soldiers, Shane, ik weet sowieso dat jij hebt gekeken. Baas. Dus ik ga proberen deze week het even iets korter te houden als vorige week. Dus laten we maar gelijk beginnen. Ik heb deze week maar 3 Funko's, omdat het anders weer helemaal naar de hand gaat lopen. Nummer 1 is een van de Stormtroopers. Er zijn heel veel Stormtroopers. Dit is de First Order Stormtrooper. En op de achterkant kun je zien welke er allemaal nog meer bij zitten. Deze is van de film The Force Awakens, uiteraard. Met FN-2187. En je ziet, dit is die Riot Gear Stormtrooper is dit. Met die schild en met die, ja, ik weet niet wat het is, een soort van knuppel of zoiets. Dus we gaan even kijken. Ik wil sowieso alle stormtroopers hebben. Ik vind stormtroopers en clone troopers en die vind ik allemaal fucking baas. Al die verschillende wil ik hebben. Ik zit ook eigenlijk een beetje te denken om nog een stormtrooper tatoeage te nemen met deze helm. Maar ik weet het nog niet zeker. Misschien dat jullie me kunnen helpen. Even kijken. Daar. Of daar. Ik weet niet. Ergens in het hoekje. Ja, even kijken hoor. Ja man, deze stormtroopers zijn allemaal fucking baas. Kijk dan, op die stand weer uiteraard. Wobblehead, want Star Wars. Deze vind ik echt wel weer fucking dik. Ik hoor af en toe op internet dat Funko soms wat dingen heeft met de verf, dat het niet helemaal klopt. Dan moet ik eerlijk zeggen dat het mij niet echt opvalt. En dat ik nu wel wat zie hier aan de achterkant bij zijn handje. Maar ja, ik heb er echt fucking scheid aan dat het niet helemaal scherp geverfd is, man. Deze is fucking dik. Ik weet niet wat dit is, een soort van knuppel of zoiets. Riot Gear, ja, schild erbij. In de film gooit hij dat schild ook weg. En dan gooit hij dat ding aan. En dan begint hij met Finn te vechten. Dus dat is wel een basisscène. Er is ook nog een andere variant van deze. Dan heb je zijn schild weggegooid. Dat schild heb je echt maar een seconde in die film. En dan is deze ook aan. En is deze ook blauw. Dus die ga ik sowieso nog zoeken. En als ik hem heb, dan laat ik hem weer zien aan jullie. Dus dat was de eerste. Onze First Order Stormtrooper. Met de Riot Gear. Ik weet niet waarom Riot Gear er niet bij staat. Maar het is de Riot Gear. Met dat schild en met dat ding. Wat heeft hij voor achtergrond? Het logo nog. Van de First Order. Baas, The Force Awakens. We hebben vandaag 3 pops. 2 normale en 1 andere. En ze zijn alle 3 van verschillende films. Dus dit was de First Order Stormtrooper van The Force Awakens. Komen we bij pop nummer 2. Hebben we. Deze vind ik wel baas. 442nd Clone Trooper. Dit is fucking dik. Deze is van de film The Phantom Menace, als ik het goed zeg. Met de... Wow, Mr. Jar Jar, ja, deze is fucking baas. Nummer 171. Deze vind ik wel weer dik. Wat ik al zei, al die stormtroopers zijn dik. Maar helemaal die stormtroopers met die speciale paint vind ik wel echt dope. Ik heb daar ook een Clone Commander Cody. Met een holographic... iets op zijn hand, dat zal ik wel even laten zien. Die heeft ook wel vette kleuren, dus ook wel even. Ja, ze allemaal vind ik ze wel dik. Al die stormtroopers, clone troopers, mud troopers, pilots, whatever. Hebben jongen, hebben. Even kijken hoor. 44nd clone trooper, ja, van deze volgens mij van de Phantom Menace. Kijk dan. Weer een fucking dikke pop. Met het groen even erbij, toch even weer wat anders. Blaster. Wobbler.
Wobble Wobble. Ik vind het echt wel dik hoor, dat Wobblehead. Sommige mensen houden er niet van, ik vind het juist wel dik. Ja, nice. Heel dope. Het is gewoon even weer wat anders. Voor mensen die helm ook anders zien, met van boven die streep erop en dingen. Hier aan de zijkant. Ja, dope. De 442nd Clone Trooper, dan moet ik het goed zeggen. Deze zag ik op internet voor een schappelijke prijs. Samen met onze derde die er nu aankomt. Ik dacht, weet je wat? Laat ik ze gewoon bestellen. Dan heb ik gewoon twee normale en een special. En dan zijn we weer een stukje verder met sparen. Dus dat was nummer 171. 442nd Clone Trooper. Bazenpop weer. Ik heb in bezield dat ik ben twee specials gekocht deze week. Eentje ga ik jullie nu laten zien. En eentje bewaar ik voor volgende week. En dan koop ik weer twee normale 4 inch pops erbij. En dan kunnen we elke keer proberen een aflevering van 3 te maken. Anders wordt het voor mij ook te duur en niet te doen. En dan worden die afleveringen weer veel te lang. Ga ik weer raar praten, hè Shane? Oké, de laatste voor vandaag. Ik ga eerst even de telefoon op stop zetten en weer opnieuw opnemen, want dan weet ik dat we genoeg tijd hebben. Zo terug. Nou, zover waren we nog niet. Maar nu hebben we weer 10 minuten om te filmen. Galaxy S8 Plus problemen. Ik wil sowieso een vlogcam gaan halen hoor. Ik wil een Canon G7X Mark II. Zegt iemand dat wat? Ik heb een beetje opgezocht op internet en het leek me wel een goede camera. Ik weet niet, als jullie wat meer verstand hebben van vlogcams. Ik wil gewoon zo'n handheld cam met zo'n flipschermpje. Ik heb er zelf niet zoveel verstand van. Ik heb tot nu toe een GoPro en mijn telefoon en dat is waar ik alles mee doe. Dus ik zit te denken over die G7X Mark II. Laat me even weten in de reacties wat jullie ervan vinden of dat jullie suggesties hebben. En dan ben ik wel benieuwd. Oké dan, onze laatste voor vandaag. Ik ga maar een beetje naar achter zitten. Gaat een beetje blauw hierop. Ik ga maar een beetje naar achter zitten. Dan weet ik zeker dat hij op beeld past. Want dit is een 6 inch pop. Wat houdt dat in? De normale Funko Pops zijn 4 inch. Dus ik heb hier Poe Dameron. Als ik die base eraf haal, is dit precies 4 inch. Wat doet Funko nou? Als er in een film, of in een serie, of in een cartoon, of in whatever, wat ze dan ook de licentie van hebben. Als daar een monster in de film zit, of een reus, bijvoorbeeld bij Game of Thrones zijn het die reuzen en die draken trouwens. Bij Funko zijn het dan wat jullie nu gaan zien en nog wat andere. Dus als het in de film of in de serie of whatever groter is of een monster is vergeleken met de normale mensen, dan maken ze er een 6 inch pop van. Dan maken ze hem een stuk groter. Dan is de doos ook een stuk groter. Zijn ze ook vaak wat duurder. Ik had nog geen 6 inch pop. Ik had alleen een paar Funko Rides. Dus dit is mijn eerste 6 inch pop. En ik wil natuurlijk sparen alle Funko's. Maar het moeilijkste zijn om de laagste nummers zeg maar, te sparen. Nummer 1 tot en met 100 zijn het moeilijkste om te sparen. Omdat die het langst geleden uit zijn gekomen. Vooral de blauwe boxes. Dus dit is een 6 inch pop van een van de eerste nummers. Check out Wampa. Deze is fucking badass. Op de planeet Hoth, volgens mij. Met Luke. Dan is Luke op die, wat is het ook alweer? Een Tauntaun, volgens mij, is hij aan het rondrennen. En dan wordt hij op een gegeven moment gegrepen door die Wampa. Steady. Hey, steady girl. Hey, what's the matter? You smell something? En deze vind ik echt fucking dik. Hij is ook echt zwaar. Het is echt een lomp stuk plastic wat je in je handen hebt gewoon. En zoals jullie kunnen zien, de doos is ook een stuk groter. Dit zijn de normale pops. En dit is de 6 inch pop. Dus de doos is ook wel een stuk groter. En de pop is uiteraard ook een stuk groter. Dus we gaan even kijken. Ik heb deze stiekem al opengemaakt. Want Philip was ook weer als een hyena. Oh ja, die vind ik wel lijp houden. Toen ging hij gelijk even kijken. Dus ik vond hem ook wel baas. Dus hij is al uit de doos geweest. Ik heb stiekem al gekeken. Maar ik kan natuurlijk nooit kwaad om nog even een keertje te kijken. Tering.
echt fucking zwaar. Kijk die grote fucking hoofd van hem dan. Check out Wampa. Uiteraard, ook al is het een 6 inch pop en ook al weegt zijn hoofd een halve kilo. Jullie zien het? Het is gewoon een wobbler. Maar ja, deze vind ik echt fucking dope. De film was Empire Strikes Back, als ik het goed zeg. Originele trilogy, weer mijn favoriete films. Zen is ook fucking dope. Er zijn nog twee andere varianten van Wampa, als ik het goed zeg. Er is een vlokt versie van deze. Als jullie niet weten wat vlokt inhoudt, vlokt is, dit is gewoon plastic, dit is gewoon glad plastic. Wel met natuurlijk met structuur erin, maar het is gewoon glad plastic. En vlokt is, zit er een zweden laagje zit er overheen. Ik heb daar ook bijvoorbeeld een vlokt Chewbacca staan boven. Deze heb je ook in vlokt. En je hebt er nog eentje, die wil ik fucking graag hebben, maar die kom ik bijna niet tegen. Of ik heb hem nog maar één keer gezien en toen was hij gelijk weg. In de film, zoals jullie weten, kenners, het beest slaat Luke knock-out. Neemt hem mee naar zijn grot en hangt hem aan het plafond. Op een gegeven moment wordt Luke wakker, pakt hij zijn lightsaber met de force en dan wil het beest hem aanvallen en dan snijdt hij zijn arm eraf. Er is er dus eentje, er is nog een Funko Pop, een doos, een two-pack als ik het goed zeg, waarbij Wampa dus zo staat, met die arm afgehakt, dus die arm hangt ernaast met bloed hier aan die Wampa en bloed hier aan die arm. En Luke hangt dan zo. En zo zit hij in de doos. Ja, die vind ik zo fucking dik. Dus daar ga ik sowieso voor verder kijken. Of ik die kan regelen voor mezelf en voor jullie. Maar om te beginnen ben ik met deze Wampa al fucking blij. Want dit is mijn eerste 6 inch. En ja, kijk, zeg nou eens zelf. Deze is toch fucking baas. Hoe ze dat hebben gedaan. Die verhoudingen en die horens en die mond en die ogen. Ik vind deze echt fucking baas. Die klauwtjes ook. Het is echt zwaar, het is echt een stuk plastic is het. Ja, deze vind ik echt fucking dope. Dus ik ga sowieso doorzoeken voor die andere Wampa. Maar hier ben ik alvast fucking blij mee. Willy Wampa. Je hoort hem zo ook echt een master. Baas. Alright, dat was het weer voor deze week. Ik zei toch dat ik het niet zo lang zou maken. Als je wel hebt volgehouden tot nu, doe even liken. Laat even een reactie achter wat je ervan vindt. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Een droge bek, jongen, niet normaal. Voor de volgende keer heb ik wel echt een fucking dikke Funko Ride. Hij staat al daarachter, jullie kunnen hem niet zien. Maar die is echt, Flip zei ook, die is echt fucking dik. Dus ik ga er nog twee normale bij zoeken deze week. Twee normale ga ik erbij zoeken. En dan gaan we weer volgende week een video maken. Ik probeer het zo vol te houden. Vrijdag en zondag Bike Life vlogs. En woensdag Funko Pop vlogs. See you next time. Later!